We zijn hier naar een nieuwe Bijlmer Museum podcast. En die moeten we natuurlijk opnemen. En dat doen we vandaag hier in onze studio. Op Kraaijnest en op de bank tegenover mij zit de heer Evert Verhagen. Evert, welkom. Ah, gezellig. Gezellig. Kijk, hij komt helemaal door de regen aangevies uit richting Zeeburg. En toch hier gekomen, elektrisch en wel. Uh, 1980 ongeveer. Toen was de Bijlmer al bijna failliet en jij zat in het wijkopbouworgaan Swap. Nee, Bermer meer, nee. Was dat hè? Swap. Ik, ik, denk dat ik, ja, ik denk dat ik in 1980 wel in het wijkopbouworgaan zat, maar ik zat vooral in Café de Nachtenhaal. Ah, oh, zat je vooral in Café de Nachtenhaal? Ja, Nachtegaal. en daar, daar is het ook, daar. daar vanuit Café de Nachtgaal ben ik actief geworden, niet okay. vanuit het Swap. Oh nee, dat wil ik niet suggereren. alleen dat ja, jij niet hier. Maar je zat uiteindelijk in het Swap, ja. 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 Nou, en je was in de Gubbo voorkomen wonen? Nee, ik woonde in... Uh, ik, het is, uh, ik was uh, gaan liften in Amsterdam. Ik uh, studeerde... Je was student, hè? Ik, ik ging studeren in Amsterdam. Ik had een uh, flat uh, ondergehuurd uh, uh, op de Weefelstraat. Maar daar waren ze die metro aan aan het aanleggen. En uh, ik was daar één nacht geslapen. En ik vond het een klerenherrie. En um, toen kreeg ik een lift van iemand die woonde op uh, Kleiberg. Bij, bij, uh, bij Pieter. In huis. Pieter, onze nee, ook bekende. Kleinburger, Koningshof. Ja. En uh, zei ja, joh, je moet daar eens gaan kijken, want het is een hartstikke mooie grote flat en je kan daar voor hartstikke weinig geld een kamer huren. Dus ik ging daar kijken en ik vond inderdaad dat het een grote flat was en ik vond inderdaad dat ik daar voor weinig geld een kamer kon huren en ik nam Pieter op de koop toe. En toen ben ik daar gaan wonen en uh, in 1976. En toen uh, ben ik eigenlijk daar in de Bijl maar 15 jaar gebleven. Ja. En het eerste wat er gebeurde was dat ik dan uh, op zoek ging naar een café. Want ik was natuurlijk al uh, in uh, Eindhoven lid van de PSP. En daar uh, nou, moest wat gebeuren. Dus uh, ik ging op zoek naar een plek in, in, in de Bijlmer. Eerst ging ik vooral naar de stad. Naar, naar, naar mijn PSP-partijgenoten uh, uh, een beetje leren kennen. En toen kwam ik in de Nachtgaal terecht. Uh, Evert Evers was de eerste die ik daar zag. En die uh, stelde zich voor en die vond het leuk dat ik ook even heten. En daarna ging ik daar. Daarna kregen we een kleine grote even. Ja, dat ja. is begonnen. En toen ben ik daar, ja, kwam ik daar heel regelmatig. En uh, op een bepaald moment. was. was. Uh, dus die, die uh, Oscar Newman. Het verhaal ging dat hij naar, ne naar uh, Nederland zou komen. En toen. Uh, Zochten ze echt mensen vanuit het aan. Ik had er nog nooit van gehoord op dat moment. Maar ze zochten mensen die uh, ja, mee wilden helpen om uh, daar wat aan te doen. En, uh, en dan vroegen ze aan mij of ik, dat, uh, of ik daar zin in had om daaraan bij te dragen. En, en, en het zo is het begonnen. Oké. Okay. Ja, Oscar maar die man werd gehaald door een uh, hoge ambtenaar okay. bij Vollershuisvesting. Ja. Heeft iemand toch gecontracteerd? Die kwam tegen op een congres. En die zei: van jou moet ik hebben, want jij kan de Bijlmer ja, anders uh, maken zodat ja. het veiliger wordt. Ja, nou, het probleem was natuurlijk gewoon uh, overal in de wereld dat ze dit soort wijken waar gaan bouwen. Uh, uh, um, want dat was gewoon het nieuwe idee na de Tweede Wereldoorlog: dat je op deze manier uh, geïndustrialiseerd snel heel veel woningen kon bouwen. En het was uh, natuurlijk zo dat het ook op andere plekken in de wereld fout was gegaan. Niet overal. Er oh, zijn ook best goede voorbeelden. Maar er waren ook erg veel voorbeelden waar het fout was Gaan Met name in Amerika. In New York al. Maar ook in St. Louis in Chicago. Op allerlei plekken. Weet ik, van... Waar die opgeblazen ja, werd, dat gebouw. Ja, Pruitt Idaho, ja. Idaho. En deze mensen die, uh, hadden natuurlijk ook vergaderingen. Er was een internationale organisatie van uh, 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 woningbouwers, stedenbouwers. Enzovoort. En daar gingen natuurlijk deze ambtenaren naartoe. En maar Oscar Newman... Die had daar op zo'n conferentie waarschijnlijk best wel een goed verhaal gehouden. Je was architect criminoloog, hè? Ja, en hij had een boek geschreven dat heette Defensible Space. En dat is eigenlijk een, een uitleg van, uh, van openbare ruimte waar je zicht op hebt. Een beetje het verhaal van. Uh, 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 New York, Jane Jacobs, dat, dat je je pas veilig voelt in een openbare ruimte waar andere mensen ook uh, bij betrokken zijn, waar, ook andere mensen, waar je andere mensen kunt zien en waar iets te beleven valt, een terrasje of een, of een, of een kinderspeelplaats of wat dan ook. En um, <tossimus> ik, ik bedoel, wij vonden hem heel erg toen, die Oscar Nieuwen. maar later heb ik hem ontmoet en toen bleek het toch wel reuze mee te vallen. Maar ook met zo'n tasje op Schiphol aan, ja, oplossing de, of zo. Ja. En, hij, 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 <tossimus> en de essentie van het verhaal was... eigenlijk niet eens zozeer die Oscar Newman. Want dat interesseerde ons geen bal. Wat ons vooral boos maakte, wat iedereen in de maar boos maakte... en waar we ook gewoon iedereen in mee konden krijgen... was het hele simpele punt dat ze ons niks gevraagd hadden. Dat ze een man gingen halen. Voor honderdduizend gulden gingen ze hem betalen. Uit Amerika met zijn tasje op Schiphol. Oplossingen aankomend. En dat ze die man dus daarnaar gingen luisteren. En dat er in dat hele verhaal wat ze gingen doen. Vanuit dienst volkshuisvesting. Niets, maar dan ook helemaal niets stond. Van met de bewoners praten. Of hoe wij, die er dus woonden. Jij en ik. Wat wij ervaren en hoe het volgens ons aangepakt zou kunnen worden. Nou, en dat was dus natuurlijk scoren voor open doel. Want wij gingen dus inspreken bij de commissie in de, uh, van de gemeenteraad. En uh, er gingen, het is gewoon zeggen van: ja, het is hartstikke leuk dat jullie zo'n man uit Amerika halen. Maar je hebt wel ons nog helemaal niks gevraagd. En hoe, hoe kan je nou, hoe kan je nou uh, denken dat je dat, dat je dat probleem op kunt lossen zonder de bewoners? En zo is het allemaal, zo is het begonnen. Ja, dat was in 1978, geloof ik. Hè? Denk het wel, ja. ja. En die heeft toen verteld dat je de ruimte zodanig moest inrichten... dat er geen verkeerde mensen binnen konden komen. Dat was ongeveer... Nou ja, zijn idee was natuurlijk veel meer sloten en veel meer hekken. Dachten ja. wij. Ja. Dachten wij. Maar achteraf, daar zou ik zo op terugkomen... wat hij die, wat die eigenlijk dacht en wat we ook, waar, waar ik het ook helemaal met hem eens was. Maar op dat moment vonden wij het belachelijk... dat er iemand uit Amerika gehaald werd. Het tekent ook de macht van die ambtenaren. Die konden het gewoon eens eentje beslissen. Dat is dezelfde ambtenaar geweest trouwens. Die er later voor gezorgd heeft. Het Leven Groenhoven. Geen premiehuurwerden, maar koopwoningen. Ja, niet later. Niet later, maar eerder. Het was in die tijd ja, sorry. Maar eerder. Nou, in ieder geval. Wij konden scoren voor Open Doel. En toen zaten we dus bij het wijkelprogramma. En toen begon ik me er natuurlijk ook mee te bemoeien, zal ik maar zeggen. Uh, ook een mening te hebben. En al heel snel werd ik dus... Uh, je ja, had gewoon de twijfelboog gaan, Je ja, had de voorzitter, je had de secretaris. En het ging allemaal door. Allemaal politieke spelletjes en zo. Ja, er waren maar, vooral vertegenwoordigers van politieke partijen... Ja, van die gaan Ja, de, we waren daar allemaal lekker druk mee bezig. Maar ik werd gewoon bestuurslid knelpunten. Want zo ah. heette het dus knelpunten. En ik ging over de knelpunten. Dus dat... Uh, uh, en je zou dus eigenlijk kunnen zeggen: dat is er gewoon, dat was zo'n hele organisatie. en die moest zichzelf bezighouden met zijn eigen voortbestaan. en het bestemmingsplan en allerlei grote dingen. Maar ik deed gewoon de dingen waar het naar mijn mening ook echt over ging. En dus de knelpunten. En ik kon er gewoon met mensen over gaan praten. en ook ja, uh, 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 iets aan proberen te doen. Dus dat vond ik wel leuk. En daar is dat boekje het gevolg van? Nou, dat dus was. Dat, dat ik het... weer van de bijl wil maak. Nou, dat ging, dus gewoon, dat ging dus heel grappig. Want we gingen dus naar de commissie toe. En, uh, de commissie van de gemeente? De commissie van de gemeente. Met Michael van der Vlis. Of wie, wie zaten daar houden. toen? Uh, Louis Kuipers. Dat soort mensen. En toen zeiden we van... Nou, moet je luisteren. Je hebt, die mannen hebben jullie 50.000 gulden betaald. Voor de eerste fase. En je hebt 50.000 gulden gereserveerd voor de tweede fase. Wij gaan gratis voor jullie een rapport schrijven. En dan, krijgen jullie, dan gaan jullie dat in de commissie behandelen. Tegelijkertijd met het rapport van die Newman. En als jullie dat dan besproken hebben. Dan besluit je welke van die twee rapporten je het meest aan hebt. We gaan gewoon de strijd aan. Hè? Zeggen, heb jij wat, als hij het beter heeft bedacht. Hoe het allemaal opgelost moet worden. dan wij. Dan ga je gewoon doen wat hij zei. En anders ga je gewoon doen wat wij gezegd hebben. Maar als wij winnen. Dan krijgen wij die andere 50.000 schulden. Want dan... Eh, ja, dan heb je we... die man niet meer nodig. Dan, dan heb je die man niet meer uitgeven. nodig. En dan heb je dat geld over. En dan kunnen wij met die 50.000 schulden beginnen om onze knelpunten op te lossen. Nou ja, we hadden natuurlijk. En we hadden dat rapport. En toen hadden we met die 50.000 schulden natuurlijk ook geld om dat boekje te maken. Dus toen we hadden we dat rapport al. En er werd ook, we hadden mensen uit Delft, we hadden mensen van de Universiteit van Amsterdam... en allerlei, ook allerlei mensen uit de academische wereld die ons hielpen daarbij. En ook bij het idee daarover, daar zal ik zo nog even op terugkomen. En, en, en dus, uh, uh, dat was gewoon een goed rapport. En toen hebben we, hadden we geld, en toen konden we de fotograaf aan het werk zetten... en toen konden we het ook uh, een editor uh, betalen. En toen hebben we dat boekje gemaakt. Yeah. Ja, er staan uh, allerlei soort ideeën in hoe je op <coughs> kleinschalige manier de belmen zou ja. kunnen verbeteren. Nou, en de, Even dus, nog terug. Het wijkopbouwgaan, wat was het nou precies? Nee, nou ja, de wijkopbouwgaan was die natuurlijk. Meer, dus, die een, waren, de, waren ingesteld in de tijd voordat de stadsdeelraden waren. Om uh, te zorgen dat bewonersorganisaties gehoord konden worden. Dus uh, waren. Dat was een vertegenwoordiging van de bewoners naar de gemeente toe. Naar de maar. gemeente toe. Ja. En daar uh, de, uh, wijk, de wijkopbouwwerkers. En uh, ja, er wordt wel slaggeurigs over gedaan, maar dat is, is, is natuurlijk ook. Maar er was, natuurlijk, toen had je de uitvinding van de sociale academie. En er werden mensen opgeleid. En nou uh, ja, die moesten ook wel doen. En het werden dan wijkopbouwwerkers. <laughs> maar ik heb wel een paar leuke daarmee gewerkt. En, en, en uh, ja, hun taak was om uh, mensen zoals mij. Te vinden en andere mensen te vinden en die ook te begeleiden en die te helpen en ervoor te zorgen dat zo, dat, dat, dat soort dingen dan ook in orde kwamen. En ik weet, dus, dus ik heb zelf niet bijvoorbeeld uh, Anneke Harkenberg van de Universiteit van Amsterdam, waarvan ik heel veel geleerd heb in die tijd, die. Uh, die heb ik zelf niet gevonden. Daar kwamen zij mee aanzetten. Dat kwam uit hun netwerk van Jan Hoefsloot of van weet ik veel. Ja, er waren twee of drie van die alweer. Ja. En nou moet ik zeggen dat ik dat dat we toch ook even over de inhoud hebben. En dat is dat ik studeerde fysische geografie. Niet dat ik het toen zo zag, maar nu zie ik het zo. Ik studeerde fysische geografie. En fysische geografie, dat is dat je naar de wereld kijkt... naar de aarde kijkt, dat je ergens rondloopt... en dat je je afvraagt, hoe zit dit in elkaar? En uh, heel simpel gezegd... Wat er onder onze voeten zit, zeg maar. Wat er onder je voeten zit, gewoon het landschap. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Door mensenhanden of door de natuur? En als het door de natuur tot stand is gekomen... wat zijn dan de belangrijkste processen die dat landschap gemaakt hebben... Ijs, water, regen, begroeiing, uh, Grote zijn een paar speen, dingen die geologie. Die, 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 die daar invlo op invloed zijn. En wat ik bij die fysische geografie leerde, was dat het nooit één ding was. Dat het nooit door één ding alleen kwam. Dat het nooit alleen de zon was, of nooit alleen het water, of nooit. Het was altijd een op elkaar inspelen van verschillende elementen. Dus een. Ecosysteem, noemden wij dat. En zo heet het nog Ecologisch, steeds. Ecologisch, hè? Ja. Een ecosysteem. Ja. Gewoon een systeem waarin allerlei processen een rol spelen. En wat was er nou zo bijzonder aan die Belmer, waar ik woonde? Dat was dat daar alles uit elkaar getrokken was. En dat al die elementen een aparte plek hadden gekregen. Het wonen, het werken, het recreëren, het lopen, het met de metro gaan, het met de bus gaan, het de auto parkeren. Al die onderdelen die dus zeg maar, het menselijk leven uitmaken. Alle dingen die je dus gewoon in de loop van een dag doet. Die waren in de Belmen niet in één systeem samengebracht. Maar uit elkaar getrokken en hadden allemaal hun eigen plek gekregen. En door dat uit elkaar trekken krijg je verkeer. Moet je veel meer bewegingen maken moet je, want als als al dingen dicht bij elkaar zijn dan heb je alles vlak bij de hand. Maar ja, moet je en dat verkeer, dat was er dus ook overal. Je moest lopen naar de parkeergarage, je moest met de auto rijden om bij je werk te komen, je moest naar het metrostation. ...naar nou, overal verkeersbewegingen. Dat zou werd, zo werden al die problemen opgelost. En vanuit die fysische geografie zag ik dus dat nooit alles één oorzaak had. En als wat wij dus zeiden was: als je het dan op wil lossen. dan moet je natuurlijk wel er ook rekening mee houden. dat elke oplossing weer een effect heeft. op een, een ander probleem. Op een ander probleem. Of een probleem en dat is dat boekje. Ja. Dus daar hebben we een matrix gemaakt voor het eerst. Dat noemen we een matrix. Dat is, dat is gewoon een heel groot vel, maar dan zet je je oplossing. Maar dan zit je wel bij wat de consequenties daarvan zijn. En of die positief zijn en negatief zijn. Voor die andere problemen die je ook tegengekomen bent. En op die manier ga je de beste oplossingen zoeken. Nou, dat leerde ik van die Anneke Harkenberg. Die was professor op de Universiteit van Amsterdam. En ik vond het fantastisch. Want dat, dat is eigenlijk. Wat ik daar geleerd heb met het maken van dat boekje uh, 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 over de Belmar. Dat is gewoon het hele principe waar ik mijn hele leven plezier van gehad heb. In al het werk wat ik daarna gedaan heb. Dat je op die manier leerde denken. Daar kwamen goede oplossingen uit. Ja, daar kwamen dus. ja, kwam hele goede oplossingen uit. Omdat het natuurlijk altijd alles. Met elkaar verbonden is. En het hele. Kun je er idee... nog een paar noemen die gerealiseerd zijn of nog niet gerealiseerd Kijk, wat, wij, wat, wat het eigenlijk het allerbelangrijkste was, waar we onmiddellijk van tot de conclusie kwamen en waar jij ook vooral van, zeg maar tussen aanhalingstekens, geprofiteerd hebt, is dat het er niet om ging wat er was, maar wat er gebeurde. Dus dat we veel meer aandacht moesten geven aan het programma. Aan, ervoor te zorgen dat mensen bij elkaar konden komen... elkaar tegen konden komen. Dus de ker, de, zo'n kerk... die gewoon in een of andere grot onder die weg, weg was gestopt. Die winkelcentra die onzichtbaar het waren van Vrippel, ja. En dus op mij had vooral dus een uitspraak van Rem Koolhaas... had ontzettend veel impact, zal ik maar zeggen. Dat beheerste mijn denken. En die had namelijk ergens geschreven in een of de blaadje... Dat hij de Belma prachtig vond, maar dat, uh, dat de grootste fout die ze gemaakt hadden was dat alle menselijke activiteiten onzichtbaar waren gemaakt. Dus alles waar mensen elkaar zouden kunnen tegenkomen, of alles wat om mensen ging, om het programma ging, het leven, dat dat onzichtbaar was gemaakt. Onder de halfhoge weg. In de over... Dus als je door de Belma heen reed, dat je nooit mensen zag. Dat, 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 was zijn, dat was wat, wat hij eh, constateerde. En ik dacht van ja, dat is, dat is iets wat we moeten veranderen. Dus gingen we festivals organiseren, gingen we, gingen we gewoon ja, gingen we naar buiten. Gingen we eh, sport. Eh, gingen we van alles verzinnen. Waardoor je. Waardoor. Mensen elkaar zouden kunnen tegenkomen. Uh, hier vlak bij KNS nog die gebouwtjes staan daar. Dus de, dit de buurtcentrum moest toen gebouwd worden, ja, allemaal van dat soort dingen. Dus zorgen dat wat, je, wat, wat, wat er gebeurde. Uh, ja, gewoon leven in de brouwerij brengen. Ja, maar ook zichtbaar. En voor andere mensen. Dus als je een wandelingetje ging maken s'avonds, dat je gewoon andere mensen tegenkwam. En uit. En, veel, jaren later, in 1990, toen Colas dat plan voor de Belmam uh, schreef, ja, nooit jaren door is 80 gegaan. Um, eind jaren 80. stond daar weer precies hetzelfde. Dat, he, daar is hij ook bij gebleven en daar ben ik ook bij gebleven. Hij schreef gewoon in de Belmam alleen maar pootje baaien. Ja, in de Belmam heb je, je hebt een enorm grote oppervlakte van een gebied tussen die flats in, waar niks gebeurt. Waar gewoon nooit iets gebeurt. En. en uh, uh, behalve verkrachtingen en berovingen. Uh, ja, en uh, dat, dat, dat mag dan allemaal niet zo zijn... want zo, het wordt, de soep wordt niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Maar dat was het beeld. En, 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 en uh, ja, dat, dat, daar zaten we mee. Dus de conclusie van ons blij met de belmen was... dat er veel meer... Tussen die flats in moest gebeuren dat je, dat je in die onderstukken dingen moest gaan doen. Nou, ge ge ja, gewoon het hele verhaal wat we ook jaren later met het projectbureau uh, hoogbouw Bijlmer, uh, uh, hebben geprobeerd uh, aan te pakken. Ja, en dat is niet echt gelukt, he, eigenlijk. Nee, is, er is, dat is helemaal niet gelukt, omdat het gewoon. Ja, het is natuurlijk ook van een zodanige schaal en omvang. Dat, dat, het, dat, het, dat het bijna onmogelijk is. En er speelde tegelijkertijd een heel ander probleem. Dus, dus uh, 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 de, dat klinkt een beetje raar, want ik wil helemaal niet, ik, in tegendeel, discrimineren. Maar de komst van de Surinamers naar de Belmar. Onafhankelijkheid van Suriname. En de. Nee, enorme. Ja. Uh, 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 dus het kraken van die flats. Waar ze in mijn visie groot gelijk in hadden. Begon het verhaal over te nemen. En mijn punt is nog steeds. En toen was het probleem: was de, Suriname begon het verhaal over te nemen. Ja, het probleem van de Surinamers in de Belma. Meer begon het probleem, verhaal over te nemen. Van de problemen. Die de Belma veroorzaakt had. Door zijn stedenbekundige karakter. Door wat er hier neergezet was en niet was afgemaakt en niet goed was tot een goed einde was gebracht. Er nee, zat wel in de plan van Assout om het leuk af te maken, ja, maar dat is alleen een... nooit gebeurd. En ik ben nog steeds van mening dat, het, dat, ook al vind ik het het meest achterlijke idee ooit... Die hele, dat hele functionalisme en om op deze manier steden te bouwen... dat als je dat goed aangepakt had... Dat je er zonder te slopen een fantastische woonwijk van had kunnen ja, maken. Dat was dus inclusief de bedachte paviljoentjes. Whatever. Allerlei activiteiten. Plek genoeg. Getekend. Maar ruimte er genoeg. Uh, zetten wat tussen. Zoals Rem staat dat voorschrijft. Of al die andere stedenbekundigen. Al die andere mensen die ze er later bij gehaald hebben. Paul Bos stelde voor om glazen wanden, uh, 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 de, dus uh, uh, gevels Tegen die flats aan te plaatsen. Zodat je een geklimatiseerd binnengebied krijgt. Alle verdiepingen eruit halen. Iets heel anders te doen. Een beetje zoals Kleiburg geworden is, maar dan nog veel extremer. Ja, en delen lage slopen ja. en zo. Ja. Uh, 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 Whatever you could think of. Maar nee hoor, ze ging gewoon veel liever uh, miljarden uitgeven aan het slopen. En dan iets ervoor in de plaats zetten, wat in mijn visie totaal geen verbetering is. Maar dat is even een ander verhaal. Ik ga even terug naar die tijd van de jaren tachtig. Wat daar gebeurde was dat je had dus het kabinet De.... Wel, uh, uh, de, uh, de Suriname werd onafhankelijk. Nou, ja, dat moest natuurlijk allemaal gebeuren. Daar kunnen, we, daar kunnen we geen misverstand over laten bestaan. Maar even ook in het oog van wat er nu gebeurt met migranten en, uh, en uh, ja. de hele discussie. Ja. Dus de, <laughs> Suriname werd onafhankelijk. Nou, hoeveel mensen woonden daar in Suriname? Een paar honderdduizend, denk ik. 300.000, 400.000, ja, ja. Whatever. Nou. Mensen hadden een Nederlands paspoort. Die betaalden met de gulden. Die hadden Nederlands op school gehad. Die wisten uh, 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 de rijtjes van de steden in Groningen. Uh, uh, kon ze zo op noem hoogstandsappen sappen meer. Uh, oude Pekla, nieuwe pekela. Dat, kon, dat wisten ze allemaal. Dus ze, ze vonden dat ze Nederlanders waren. En dat waren ze natuurlijk ook. Nou, dus ze hadden gewoon, uh, als ze geld hadden, kon ze op het vliegtuig stappen. En dan kon ze hier gewoon wonen. En leven, want ze hadden een Nederlands paspoort. Dus ze waren gewoon Nederlanders. Nou, dat gingen ze ook doen. Dus ze kwamen hier, maar ze konden natuurlijk nergens terecht. Was er ook woning, nou, toen al. Ja, niet zo gek, want het is, dat is een heel ander verhaal. Maar we waren met de stadsvernieuwing bezig en zo. En ik denk dat op dat moment, in de jaren zeventig... dat er Amsterdam het kleinste was, het laagste bevolkingsaantal ooit sinds, Ja, er zijn eind jaren 70, ongeveer 400.000 Amsterdammers vertrokken naar ja, buitengebieden. Ja, dat, dat ging allemaal naar Purmerend en overal naartoe. Maar de Surinamers wilden gaan helemaal nog niet naar Purmerend. Ja. Ze wilden gewoon hier. Dus ze woonden in hele slechte omstandigheden... in de binnenstad. En toen zijn ze die woningen gaan kraken. Nou, daar hadden ze allemaal groot gelijk in. Maar wij konden er niks mee. Wij konden er niks mee. Want wij waren bezig met die flats. En hoe die Belmer in elkaar zat. En hoe het allemaal opgelost kon worden. En er waren er dus nog een enorm groot probleem bij. En jaren later heb ik daar dus met Brox en Den interviews heb ik interviewers gehouden voor mijn andere boek. En toen zei ik, hoe kan dat nou toch waar zijn? Dat jullie, je, je zag gewoon dat uit Suriname de helft van de bevolking... was hier naartoe gekomen. En die woonden allemaal in de Belmer. Nou, die bleven niet in de Bijlmer. Want het was natuurlijk zo dat als ze... Als, als het, ze um, het waren helemaal niet dom. Want als ze gewoon... Uh, alle, als ze een baan hadden... Of als, uh, het ging vooral om bij hun... De meeste mensen om de kinderen naar een goede school te krijgen. <coughs> de kinderen naar een goede school te krijgen. En dan uh, als ze konden gingen ze heus wel... Gingen ze huis zoeken en dan konden ze in Almere terecht. Of in Zaanstad of waar dan ook. Het punt was dat degene die niet succesvol waren daarin, die bleven achter in de Bijlmer. En degene die succesvol waren, die, die vertrokken weer. Ja, die vertrokken steeds meer naar plaatsen als Almere enzovoort. Ja. Ja. Dus, je hield hier een, zeg maar, het probleemcluster over. En ik zei dus tegen die politici van... nou, uh, jongens, hoe kan dat nou dat jullie daar niks aan gedaan hebben? En dat zei Brox ook eerlijk tegen mij. We zaten gewoon koffie te drinken daar op de Amsterdamse poort. We zijn eigenlijk wel bevriend geraakt later. En toen zei V-jongen, Als we dat gedaan hadden, waren ze allemaal gekomen. Dus zat ik even zo te kijken. Waar is een Brabander hè? en ik ben ook een Brabander? Als, als we dat gedaan hadden, waren ze allemaal gekomen. zeg: Oh ja? Hij zeg: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar dus, we hebben dat besproken. In de kabinetten is dat dus besproken. En toen hebben jullie dus gezegd tegen elkaar, hè, CDA, PVDA, dat als jullie oplossingen gingen vinden voor het probleem van die migranten. Dat als je dat goed ging doen, als je het goed ging regelen, dat ze dan allemaal zouden komen. Dus dat je het daarom niet ging regelen. Dat heb je dus besloten. Alles was zijn eigenlijk de beperking van het aantal Surinaams. wat over zouden stappen naar Nederland. Ja, en het is vooral zo slecht mogelijk regelen. En het is nog steeds zo. Daarom hebben wij te Apel en Budel. en die hele kuthooi die we nu hebben. <laughs> het is gewoon nooit goed geregeld. Dat onder het motto: als wij het goed gaan regelen. dan komen ze allemaal. Ja? Ja, er zit daar een kern van waarheid in. Nou, dat is allemaal wel. Ik zeg, het is dus allemaal leuk en aardig voor de Tweede Kamer en dat mogen jullie daar allemaal zelf uitzoeken. Maar het gevolg voor de mensen die in de Bijlmer woonden, was daar niet in betrokken, in die beslissing. Want wat jullie daar deden, op dat moment, mag jij gewoon politieke redenen voor hebben en daar kunnen we heel lang over discussiëren. Ik denk dat het een belachelijk verhaal is, maar ik ga er niet over. Ik woon in de Bijlmer en ik heb mijn probleem. Het gevolg daarvan is dat je in een kwetsbare wijk. Een moeilijke wijk waar het al moeilijk is. Waar we bezig zijn om een experiment in de woningbouw. 50.000 mensen wonen erin, in, in, in die flats. Je hebt, je hebt hier een plan neergezet wat, wat uniek is in de wereld. Het moest gewoon Amsterdam weer op de kaart zetten als, 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 als wereldstad. van de toekomst. Van, stad ja. van de toekomst. Dus wij zaten in dat experiment, daar waren wij mee bezig met z'n allen. En daar laat je gewoon dat op los. Laat een bom ontploffen. Ja, en dat zeg je niet de... tegen ons. Nee. Dat zeg je niet tegen ons. Dan ga je niet mee in overleg. Dan ga je niet mee in overleg. Dan maak je voor die hele cluster van al die migranten... maak je... Uh, een, een, zet je een ambtenaar neer uit de vet. En, en uh, je wijst er een wethouder voor aan. Die en, en die lui krijgen allemaal hun eigen wijk op gaan. En hun eigen... Dit is gewoon apartheid. Hè? Want je gaat gewoon niet samenwerken. Wij hebben daar nooit iets mee te maken gehad. Dat... Oh, je verwijst nu naar de oprichting van Stichting Interim Beheer, ja, Beheersraad. Dit was Gewoon een hele Alleen Allemaal aparte... Surinamers en Antillianen, uiteindelijk alleen van Surinamers. Dat was een heel apart cluster, dus in het boekje van ons van Blij met de Bel. Maar wij hadden eigenlijk nauwelijks contact. Wij gingen over een hele andere wereld dan die wereld. Ja, het werd ook strikt uit elkaar gehouden. He? Het werd strikt uit elkaar gehouden. Dat is echt toch verbijsterend als je daarover nadenkt. Ja. En wij maar lekker bezig met of de bomen gekapt moesten worden... en hoe de fietspaden moesten lopen en de bewegwijziging. En ondertussen was daar gewoon iets heel anders aan de hand. Dus later... Bijvoorbeeld met die Bijlmer Opera hebben we wel eens een discussie over gehad. Toen dus die Jacques Banke en, 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 en zijn vriend broer, een Bijlmer Opera ging ja, schrijven. En, twee broers. en toen, toen, toen zeiden de Surinamers, de Surinamers ja oh, dat kan helemaal niet waar zijn, want als het over de Bijlmer gaat, gaat het over ons. En daar hadden ze natuurlijk op een bepaalde manier gelijk in. Want voor hun was de Bijlmer het Surinaamse migranten. Verhaal geworden. Maar ondertussen lag daar nog een heel ander. geschiedenis onder. Namelijk het tot stand komen van die maar en het niet functioneren van dat geheel als stad. Ja. ja. Als we nu even teruggaan naar. we hadden dus dit boekje. Ja. Het is gemaakt en er wordt meegewerkt. Meneer Deentje is ondertussen weer weg naar Amerika. Tuurlijk. En dan komt in 1983 een symposium. Ook door het wijkopbouw gaan. en soms zo, die club van Laurens van ja. der Maazen. Wordt dat in elkaar gezet? Er zit geen Surinamer in die zaal. Jawel, er waren er wel een paar. Ja, er ja, waren er wel een paar. Okay, maar maar geval... ze wouden niet komen. Nee. Want dus we vonden, ze zeiden gewoon ook bij ons in de vergadering: dit is het niet ons probleem. Het is gewoon niet ons probleem. En dat was ook zo. Het was hun probleem niet. Het is een hele andere probleem. Als je daar later over nadenkt, als je boeken leest, Arrival City, als je gewoon daarover leest, en dat doe ik nog steeds, want het fascineert mij tot op de dag van vandaag, dan begrijp ik dat heel goed. Het was gewoon helemaal niet hun probleem. Net zo goed als het uh, ja, in pruitt Idaho of in, in St. Louis. Als je nagaat welke problemen er voor die Surinamers, voor de migranten waren... dan was dat wel het laatste waar ze mee bezig ja, waren. Ja, dat is duidelijk. Maar ondertussen was die bouw natuurlijk al lang aan het leeglopen. Hè? Vanaf 1975 ging het langzaam maar zeker steeds minder. Ja, en toen gingen ze... eind jaren 70 er zijn allemaal verhuisd naar Almere als ze dat konden dus die baarmoeder die pleeg en werd opgevuld door iedere mensen die niemand wilden hebben ja. maar de baarmoeder al vol zat met mensen die niemand wilden hebben en nou dus even terug dus iedereen naar de de punt barmen barmen wat ik was, maakte een weglopen of een bij gebrek aan beter en barmen. nou nog even terug naar dat punt wat ik maakte dat werd dus tactisch gezien ook verweten aan de migranten de belmen zou leeglopen vanwege de migranten. Ja, dat is niet waar. Dat, dat was niet, natuurlijk bullshit. Ja, voor een deel wel, maar voor een deel. Nee, ook niet. ja, voor een deel wel. Ja, ja als het wel verlaat en meer van dat soort grappen ja, en ja, zo. Ja, uh, uh, leuk bedacht, maar dat zou zat het niet. Want de Belmer was al lang problematisch. Die flats hadden niet leeg gestaan. Die hadden niet gekraakt kunnen worden als er al overal gewoon die ideale burgers van hun gewoond nee, hadden. Nee, die wouden niet, nee, die bouwen niet mee. Die Belmer stond leeg. Die had al een probleem. En toen kwamen die migranten. En uiteindelijk heeft die Belmer het als opvang, als arrival city voor die migranten ontzettend goed gedaan. Dat klinkt een beetje raar, maar dat zei Paul Bos ook al in mijn tijd. Die zei van nou, als, als, als vluchtelingenkamp, als, als, als eerste plek... In de vluchtelingenkamp van ja, west als zei eerste plek gezegd, ja. in Nederland met al die voorzieningen die hier zijn... en weet ik veel wat, doet het het niet slecht. Want het beton is goed, alles is goed. Het, het, het functioneert er wel voor. Het klinkt overdreven, maar het punt is... als je daarvoor kiest, als je voor, voor, voor zo'n stad kiest... Ja, daar is het veel te groot voor. En hoe kun je dan. Ja, die gewone Nederlandse stad. Dan kan je wel zeggen: Ja, wat is dat, de Nederlandse stad? Maar waarom wil iedereen in Amsterdam Zuid wonen? Waarom is dat het ja, meest geliefde. Ja, ja, mooi. Breed. Uh, ja, omdat er al die leuke, leuke restaurantjes huizen. zijn. En er is het concertgebouw. En er is het Rijksmuseum. En er zijn al die dingen. Nou, dat is hier dus allemaal niet. En om dus die. Andere mensen die geen migranten zijn en geen arrival city mensen zijn, hier blij te houden en hier het ook fijn en naar hun zin te maken. Ja, daar nee, 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 moet je wel even over nadenken. En dat is wel een hele onderneming. En dat is nooit gebeurd. Dat is gewoon nooit gebeurd. Maar zou zouden mee te maken kunnen hebben dat men heeft een stad gebouwd, een stad voor de toekomst, bedoeld voor de lagere en wat hogere middenklasse. Mensen uit Amsterdam-West die een duurder huis zochten, een beter huis zochten. Die zijn niet gekomen op een gegeven moment in voldoende mate. Dus er kwam leegstand. En dat me toen volledig het spoor bijstraakte. Want er kwamen dus allerlei alleenstaanden. Uh, mensen uit uh, psychiatrische inrichtingen die eruit werden geschopt. Die kwamen ook naar de Bijlmer toe. Dit gescheiden personen. Enzovoort. Ja, natuurlijk. Ja, dus, natuurlijk. Dus maar allerlei wij... mensen waar ze nooit een gedacht hadden. Ja, die kwamen natuurlijk. dus allemaal naar de Bijlmer toe ja. omdat daar leegstand was. Ja, en dat heeft te maken met een verkeerd wereldbeeld. Het wereldbeeld was namelijk, en het is, hoe gek het ook klinkt, maar dat kan je toch ook wel de P van de A en de socialistische beweging van na de Tweede Wereldoorlog verwijten. Het beeld was namelijk dat alles maakbaar was. Dat als je, je de trend gewoon goed in de gaten hield. En als je dus gewoon dat je overal aan de knoppen kon draaien. En dat jij dus gewoon op die manier de ideale maatschappij kon creëren. Maar de werkelijkheid was natuurlijk dat er gewoon van allerhande dingen gebeurden. waar je nooit gewoon enige weet van had. En dat vind ik dus wel leuk. Want toen heb ik. Dat, dat, dat is, ik heb dat nog ergens op een bandje. Misschien moet je daar nog ooit iets in die podcastserie mee doen. Maar ik heb dus ooit een uil geïnterviewd. En ja, ik vind dat heel grappig. Want wat, wat, wat dus zeg maar het plan van de Bijmer. Dit soort plannen, overal in de wereld. Dat, dat kwam ook omdat ze gewoon, ze konden trends voorspellen. Wie? Ze. Stedenbekundige. Of oh, Ze konden voorspellingen doen over de toekomst. En dan konden ze dus zien hoeveel mensen er zouden komen wonen. En dat is een heel simpel voorbeeld. Want verkeer was natuurlijk de essentie om al die problemen... die verplaatsing op te lossen. Ze wisten dus dat iedereen twee auto's zou hebben. Daar werden de parkeergarages op gedimensioneerd. Twee auto's. Dat nou, was eerst anderhalf per gezin en toen een, drie tiende. Nou, maar in ieder geval het, waren ze veel te groot. Ja. In ieder geval waren ze veel te groot. Dus die hele trend van die auto's... Ze wisten ook hoeveel, mensen, hoeveel kinderen mensen zouden krijgen. Want ze hadden gewoon tien jaar iets gemeten. En dan hadden ze lineaal gepakt en hadden ze die lijn doorgetrokken. Ja, want meer metingen hadden ze niet. Ja, nou, Iedere wetenschapper weet dat dat tamelijk riskante onderneming is, maar stedenbekundigen, die hadden dat gewoon zo gedaan. En toen kwam ik dus bij die denel en toen zei ik van ja, hoe kijk je er nou tegenaan? Want je hebt gewoon, je was verantwoordelijk voor dat hele plan. Je, was, je zat met die feneester aan tafel en, en uh, jullie, jullie regelden dat gewoon. En uh, je was er ook trots op. Ja, een nou was inderdaad wethouder. Hè, ja, hij ja, was wethouder weten, toen de, de Belmen ja, gebouwd werd. En jij ja, ja, regelde dat allemaal en je was er ook hartstikke trots op. En dat ging ook allemaal goed en dat ging je ook regelen in de Tweede Kamer dat de Belmen dus uh, Amsterdam werd. En, uh, en uh, hoe kijk je er nou tegenaan? Ze, nou ja, mijn dochter die woont er en het is eigenlijk erg leuk. Maar zijn dochter woonde in Krantershof. Dus die wonen helemaal niet in de flat. <coughs> zei, er is nog nooit een kind doodgereden. Ja, dat heb ik ook vaker gehoord, dat verhaal. Nou, interessant dat er nooit een kind dood is gereden, maar wel. Nou, we zullen het niet... <coughs> en zei hij, uh, ja, maar um, ik zeg maar, waarom is het dan fout gegaan? Zei die, ja, omdat er allerlei dingen gebeurden die we niet konden voorspellen. <laughs> ja, <Jo>, nee toch. <laughs> Goh, nou, nee. Ja, en ik zeg noem er eens een paar. En betekent dat voor de ouder? Ja, we kunnen het niet voorspellen, dus handjes af, doe niks meer of zo. Nou, doodkomen. zo kom je er altijd. Zo kom je altijd van je verantwoordelijkheid af, natuurlijk. Ja. Dus ik zeg noem er eens een paar. Zit die nou de oliecrisis en de pil? De pil, hè? dus dat vrouwen minder kinderen kregen. En er waren allemaal dingen die ze niet konden voorspellen. Dus ik zei, zou het nou niet gewoon zo zijn... dat er altijd dingen zijn die je niet kunt voorspellen? Ja, het maakt je gewoon gek toch, zo, zo, zo iets. Het is gewoon toch... Probeer met me mee te denken. Dus je hebt daar gewoon iemand die gedacht heeft... zijn hele leven lang dat alles te voorspellen viel. Dat kan toch niet? En te regelen viel. Ja, en te regelen viel. Nou, op een gegeven moment moet hij toch geconstateerd hebben... dat het allemaal uit zijn handen was gevallen. Nou, dat zou je toch denken, ja. Ja, maar dat heeft hij nooit... Uh, nou, ik uh, heb weet weet je, Ik nee, nee. geloof het niet, nee. Ik geloof het niet. En dat is, dat is nog steeds gewoon de kwaal. Ja, ik, ik denk niet dat heel veel mensen dat zien. Maar dat is de kwaal. Dat ze dus denken dat als jij gewoon wetenschappelijk het vraagstuk benadert, en dan de trends gewoon uh, ziet. En dan heb je natuurlijk op dat moment heb je alles al weggelaten wat jou niet bevalt. Hè? En dan heb je die trends en dan heb je dat rapport geschreven. En dan op basis van die trends kun je de toekomst voorspellen. Ja, ja zo werkt het echt niet hoor. Dus, dus, uh, dan, en dan laat je zelf een bom los. Hè, want de nou, was ook verantwoordelijk voor die onafhankelijkheid van Suriname. En dan snap je niet dat dat een enorme impact heeft ja, op, ik... op, die, op, die hele, op dat hele wereldbeeld ja. wat jij gecreëerd hebt. En dat daar dus allerlei dingen. En dan kom ik weer terug hè, op, op het oorspronkelijke verhaal. Dus die Bij, me, dat was in elkaar gezet. Op basis van al die trends en op basis van al die lijnen, dat je alles uit elkaar kon halen en alles kon regelen. Alles en moest mee zijn, alles bij voorspelbaar zijn. Ja. En wij zaten in een ecosysteem. En dan weet je dat als je een stabiel ecosysteem hebt, dat daar ineens plotseling gewoon iets van buitenaf in gebeurt: een meteoriet, of, of gewoon iets van buitenaf in gebeurt wat je niet had zien aankomen, dat plotseling dat hele ecosysteem kan veranderen. Dus noem even de migratie nu het ecosysteem... of wel het rotsblok wat opeens midden ja, in de Ja, dat belandde. is het rotsblok wat midden in die, in, die, in die vredige vijver terechtkomt. Ja. En dan vliegen je in één keer al die vogels op. En dan, heb je dan kom je vijf, een tijdje later terug. En dan is er een heel ander ecosysteem. Oh, u, dat bedacht u hier met een symposium nou, bezig waren? Wij dachten hebben wel, we nu een rosblok uh, in de Hoe, nee, we ja, het überhaupt? Nee, wij op? dachten dat eigenlijk niet. Maar wij dachten wel dat we veel breder moesten kijken... en dat veel meer dingen met elkaar te maken hadden. En wat er uiteindelijk gebeurd is... Zijn we dat, hebben we eigenlijk onze trend van handelen... zoals vanuit uh, Blij met de Bijlmer... Um, hebben we doorgezet ook in het projectbureau. En toen kwam die stadsdeelraad... En nog steeds gaat men niet om verwijten, hè? want het is gewoon zoals het is. Je kijkt naar de wereld vanuit je eigen perspectief. Maar in de stadsdeelraad en alles wat er in de belmen gebeurt is vanuit de stadsdeelraad, heeft dat migrantenperspectief een veel grotere rol gekregen. Dus dat, dat repareren van die stad werd daaraan ondergeschikt. Nou, dat is, kan je dus gewoon voor kiezen. Maar dan heb je nog steeds wat je nu hebt. En dan is het nog steeds zo dat daar dus een hogere middenklasse. of. of uh, ja, dat mensen hier niet willen wonen. Dus dat het nooit een echte stad wordt. En hoe je dat dan, hoe je dat dan op moet lossen. Ja, dat is natuurlijk een hele andere ja, discussie. Ja, het is een beetje onzin. Een stad wordt niet alleen bestaat omdat er mensen wonen uit de hogere klasse, zeg maar. Nee, maar een stad is wel een stad. als het, als het een stad is voor iedereen. Ja, dat zeker. Ja? Als, en, en, en het grote probleem. Amsterdam wordt is, natuurlijk... is ook geen stad voor iedereen. En Amsterdam-West, misschien voor een deel, maar. Nee, maar dat zijn West... dus ook de drie probleemgebieden van Amsterdam. Dat is waar je. Ja. Ja, ja, dat, ja. dat zijn dus samengevat de drie probleemgebieden van Amsterdam. Als je dus de zeven steden waar Amsterdam uit bestaat op een zou zetten. En die zou je vergelijken met alle steden in Nederland. Dan zou Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Centrum, die zouden bovenaan staan. Oost en West zouden ergens in het midden staan. Zo met een beetje in de buurt van Eindhoven. En, en uh, dat soort steden. En die drie die je net noemt, die zouden helemaal onderaan staan. Bij Emmen en Heerlen en, en, uh, en Lelystad. Nou, en dat hebben wij in onze stad. Dat hebben wij in onze stad. Dus als wij het al niet op kunnen lossen hier. Hoe kan je dan verwijten de regering en al die andere mensen dat ze het in Emmen en Hele en weet ik veel wat niet op kunnen. Nou, wat is dan dat manke waar we aan leiden? dat we dat niet kunnen of niet willen? Of... Dat we dus moeten kijken naar wat eigenlijk een echte stad is. En dat is, dat is dus veel meer dan ja, alleen dat maar dat je veel meer dorpen zou moeten bouwen of nou, een stadje zou u, moeten dat, bouwen. Dat, dat hier dat dat, dat hier bijvoorbeeld uh, noem eens wat een dorpje huizen of uh, nee niet door maar goed. Uh... Nou, dit is dus een vraagstuk wat, ik nog steeds, wat mij nog steeds bezighoudt. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een groep studenten in Rotterdam. Die studeren onroerend goed. En daar vraag ik aan. Stel je voor dat we van Lelystad, dat maar een voorbeeld, hè, een echte stad willen maken. Wat moeten we daar dan, En dat geld geen enkel probleem is. Wat zou ik in Lelystad moeten doen om ervoor te zorgen. En het zijn dus honderd studenten. Dat jullie daar willen gaan wonen. Want het zijn mensen van tussen de 20 en de 24. Die gaan op een bepaald moment in hun leven kiezen waar ze willen wonen. En we doen dus even gewoon het spelletje. Het nadenken van nou we hebben dus aan geld geen gebrek. En dan zeg ik van nou Lelystad is gewoon lege ruimte. Daar wonen al mensen. Maar als het daar beter wordt zal het voor die mensen alleen maar prettiger worden. Het is aan het water. Prachtig dat IJsselmeer. Daar is wel ver weg van en van. Het is waar, maar Groningen ligt nog verder weg. Ja, de, okay, maar dus, goed. Ja, dus ver weg is een... Uh, is een uh, want waar moet het vlak bij Amsterdam liggen, weet je? Nee, of bij een andere grote stad. Nee, dus, of, uh... dus dat is... Maar goed, het is dus, ja, dus nu waar, typisch je hebt dat gelijk, je dat yeah. zegt. Dus je hebt gewoon even Lelystad... en daar willen we een echte stad van maken. En wat ontbreekt daar nou? Als ik daar nou het Rijksmuseum naartoe verplaats... wordt het dan een stad? Nee. Mm -hmm. Als ik daar nou de Nederlandse opera naartoe verplaats. Wordt het dan een echte stad? Nee. Maar toch zijn er dingen om over na te denken. Nou, dan zeg jij het is ver weg. Dat zeggen ze dus allemaal. Hè? Dus dat zeggen ze bij Emmen en bij Heerlen. En bij al die steden zeggen ze dat. Hè? Dus het denken, het denken is. Dat als we dichter bij elkaar zijn. Hè? Dat als we kortere verbindingen maken. Dat het dan beter wordt. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want die drie Wijken, waar we het net over hadden, die liggen vlak bij Amsterdam. Die zijn helemaal niet ver weg. Dus ze denken dat als ze bruggen maken naar Noord, als er een metro is naar Nieuw-West en als de belmen dichter bij Amsterdam zou liggen, dat het dan vanzelf wel goed komt. Nou, zo werkt het gewoon helemaal niet. Dat blijkt wel. Er moet iets zijn om naartoe te gaan. Die wijken, die steden, die gebieden, die moeten ja, die eigen moeten iets potentie hebben. hebben, een aantrekkingskracht ja. hebben om te zeggen van om we gaan weer gezellig naar de beulme, trots op te zijn, ja. om naartoe te gaan. Dus als jij een nieuwe bibliotheek bouwt, gaan ze nou doen hè? Dan moet die meest waanzinnige, fantastische bibliotheek ter wereld die moet in de beulme komen te staan en die moet ervoor zorgen dat die dat zijn op Oplevert in die welmen. En als je het dus over die arena hebt en het hele gedoe aan die andere kant van het spoor, dan is de grootste fout die er gemaakt is, en dat is weer, dat heeft rem Koolhaas al gezegd, hebben heel veel mensen gezegd, is dat je het opnieuw uit elkaar hebt getrokken. Je hebt het aan die andere kant van het spoor gedaan. En Koolhaas die zei, en Belotra ook, en ik ook, en heel veel mensen zeiden, het moet door elkaar heen. In Helsinki, waar ik onlangs was. daar staat gewoon het stadion. Uh, het parlementsgebouw. en een super deluxe. fantastische nieuwe bibliotheek. gezamenlijk aan één plein. in het hart van de stad. En dat zorgt dat gewoon daar iedereen komt. En eigenlijk kijk je al helemaal niet meer. naar wat er allemaal omheen staat. Want het is echt geen schoonheid van de stad. Het Helsinki. Daar gaat het helemaal niet om. Ligt mooi aan het water. Maar het is. Levend en bruisend, en iedereen is er trots op. En dus daar gaat het mij veel meer om. En daar ging het toen in Blij met de Belma al om. Er moeten hier dingen zijn om trots op te zijn, om je omheen te kunnen verzamelen, om mee bezig te zijn. En ja, spijt me maar, maar, Ajax, daar was dus een tijd lang sprake van, dat dat ervoor zou zorgen. Nou, dat is nog helemaal niet van terechtgekomen. Dat nou, is ook verder weggekomen dan het de bedoeling was. Maar goed. Ja. Dat heeft dan weer met ver te maken. Maar in ieder geval is opgeschoven naar een kant die dus ze niet wilde. Ja, dus, 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 eh, ja. Ah, ik en, heb nog gewoon een discussie met Pieter Praet. Ik had toen bezig met het Bermen Colosseum, een groot gebouw waarvan alles kon gebeuren, hè? om te ontwerpen door Max van Hout zelfs. En Pieter zat in de aanbevelingscommissie en die zeiden van ja, maar jij wil het in de Bermen zelf hebben. Maar het moet bij de arena. Want Waarom Want dan krijg je publiek. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Maar daar ging het dus niet om. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Kijk, waarom heb je dat Belmen Museum opgericht? Omdat je iets wil hebben om trots op te zijn. En dat is gewoon zo normaal als het maar zijn kan. En dus zou iedereen tegen jou moeten zeggen: niks ervan dat het Belmen Museum altijd dicht is. Dat Belmen Museum is gewoon open. Zoals dat uh, 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 Amsterdamse Schoolmuseum in de Spaanananse open moet zijn. En dat van Eesteren. Museum in Nieuw-West open moet zijn. En, en, en dat Veneesteren Museum doet het overigens niet slecht. He, dat is zo'n plek voor Nieuw-West. Ja, zo en zo'n soort en zo. plek zou je dus ook voor de Belmen ja, moeten zijn hebben. Ze dat voor de oude Belmen. En dat is, niet, dat is niet uit liefde of uit plezier of om jou een plezier te doen. Dat is gewoon omdat het, omdat het een enorm belangrijk fenomeen op de wereldschaal is. Die hele, dat wat daar ja. staat. En dat is gewoon belangrijk om daarover na te denken en naar te kijken. als ja, je nog te denken: ja, een ja? stap terug. Toen 1992, 92, hè? nee, 1992. We hebben dus gehad: een poekje hiervan. Bijl blij maken. Toen kwam het symposium om de belmen te verbeteren. Ondertussen vloedden de, vloedde de bijl meer. Alle flatgebouwen werden in één clubje gestopt. Heeft ook niet geholpen. En toen kregen we dus het idee van: sloop wat steeds machtiger werd. En toen was er in 1992 was er onze meneer, uh, die uh, alles moest gaan redden, weet ik wie, onze ja. professor. Ja, het is dus altijd professor. Dus dan... Ja, maar goed, maar die had dus het plan om zoveel mogelijk Amsterdamse instellingen van enige naam en faam naar de Bermen te trekken. Ja, groot gelijk in. En dat is dus consequent tegengewerkt door de gemeente Amsterdam en door die instellingen zelf. Niemand wou naar de Bermen. Nee, nou, dat is dus ook, dat, dat, maar goed, ja, dat heb je al. Het is het dus ook. En dan ga je het dus ook nooit veranderen. Maar goed, nog even terug naar die... Naar die uh, want je slaat een heleboel dingen over in één klap. Um, we hadden natuurlijk met die blij met de bel. Maar hadden een groot probleem waar de hoge huren. Dus daar moest iets aan gebeuren. Was... Totaal absurd dat wij in de Belmen, dus volgens de puntentelling die in Nederland op dat moment gebruikelijk was, omdat we zoveel groen hadden, belachelijk hoge huren moesten betalen. Moesten ook betalen. Dus parkeerkosten. Die, ja, stookkosten en parkeerkosten. Dus de verhoudingen waren zoek. Nou, toen zijn we natuurlijk wel in gesprek geraakt met uh, Brox, met het ministerie. Dat kan je je nu niet meer voorstellen, maar wij hadden gewoon als bewonersvereniging, uh, we hadden gewoon een directe lijn uh, met het ministerie. Als wij met het met de staatssecretaris wilde praten, dan kon dat. Nou, dus ze zagen heus we wel dat het een probleem was, zou ik maar zeggen. Nou, dus daar gingen we het over hebben. En toen, was die, hè, dus toen kwam er een moment waarop er een pakket maatregelen genomen kon worden. En toen hebben wij onze grootste fout ooit gemaakt. Wij, zeg ik. Oh, de drie corporaties of één. Eén corporatie maken. Dat, dat was het idee van jullie. Ja, wij, wij, wij wilden dat heel erg graag. En daar werd sterk aan getwijfeld. Uh, Jan Schever zei: Dat moet je niet doen. Want het is een Ja, Jan Schever, de wethouder van Amsterdam. die ook staatssecretaris Volkshuisvesting werd later. die zei: Dat moet je niet doen, want het is een sterfhuisconstructie. Ja, sterf en allerlei mensen die zeiden: Dat moet je niet doen. En ik weet nog dat wij. hoe het precies gaat, ik weet niet. Maar voordat het besluit genomen moest worden. Hadden wij ervoor gezorgd dat het NSC schreef dat het ging gebeuren. Ja, dus er stond... Ja, er daar een mannetje zitten die dat voelde. Ja, hadden daar hadden daar een artikel. Werd daar geplaatst dat die ene corporatie een feit was. Maar dat was toch helemaal niet zo. En, en dat, ging eigen, dat ging op die dag in die periode zijn eigen leven En toen is dus die ene corporatie ook gekomen. Nou, nu Amsterdam. Amsterdam. Nou, om mij daarvoor te bedanken. Ik heb er verder nooit iets mee te maken gehad, maar we hebben dat, wel, we hebben dat dus tactisch ja, voor elkaar gekregen toen. Mocht ik bij de opening van nu Amsterdam een toespraak houden. En uh, toen heb ik dat gedicht uh, over de belmer uh, gedaan. Dat moet je nou oh maar... Belmer meer ja, ik wist Ja, ge, ja, ja, uh, uh, ja dat, ik had uh, mijn eigen gedicht gemaakt. Ja. En uh, dat kwam op AT5 uh, en alles. Dat was fantastisch. De radiostad. En toen, ja, maar toen was het voor mij ook klaar. En toen is het ook heel snel heel slecht gegaan. Dat is heel snel heel slecht. Nou, die, 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 die Nieuw-Amsterdam was natuurlijk een sterfhuisconstructie. Dat kon René Grotendorst, bovenste beste uh, baas. Die heeft het hartstikke goed gedaan. Ik heb er alleen maar respect voor René Grotendorst. Die was de directeur later van Nieuw-Amsterdam. Maar, maar dat was niet tegen te houden. Te weinig Want, geld in kas? Ja, iedereen trok zijn handen er Ja, oh, Al die ja. woningcorporaties betaalden te weinig geld ja. aan Nieuw Amsterdam. En uiteindelijk is dat teruggedraaid door het gewoon weer terug te geven aan de woningbouwvereniging. Ja, dus Nieuw Amsterdam is fiet gaan en het is teruggegeven aan Rochtalen... en aan al die andere stadsgenoten en weet ik veel wat. Dus de, terecht. Maar dat hadden we nooit moeten doen. We hadden nooit die ene woningbouwvereniging uh, uh, moeten, moeten propageren of, uh, of uh, op moeten richten. Dat heeft er echt niet aan een oplossing bijgedragen. Helaas. Dus die, die fout hebben we wel gemaakt. Maar, maar het Rijk enzovoort is daarin meegegaan, toch? Ja, iedereen heeft Was iedereen is... niet bezig met een sterrenfuisconstructie om op termijn ik, de bel te kunnen niet. slopen? Dat weet ik niet. Ik, want het is, voor mij is het daarna. Ik, dat is, we zijn al heel later in het. Ik ben in 19. Uh, 90, 92 ben ik op de west gasfabriek gaan werken. En dan ben ik een beetje langzaam afscheid gaan nemen van de Belma. Dus da daarna zijn er ook nog heel veel dingen gebeurd. En nou ja, je weet, wij, ik werkte met Paul Bos bij het projectbureau Hoogbouw Belma. En. Uh, ik kreeg natuurlijk niet... Uh, kijk, Paul die, uh, die was natuurlijk gewoon daar de, de, de initiator van. En, en, en degene die dat deed. Maar toen ik er ging werken, was het eigenlijk al afgelopen. Toen, Paul toen, kwam te laat? Nou, nee. Misschien heeft het hem... Hij jij... was wel... Hij was um, losgelaten. Dus wat hij, wat hij gemerkt had in die eerste periode dat hij er werkte... Het is heel subtiel... Maar dat als je belt, dat je teruggebeld wordt. Ik heb wel eens bij de, bij de, de, de Westergasfabriek moest ik in de Gashouder wilden. wilde Joop van der Ende een musical. Nou, toen hij een musical wilde in de, in de Gashouder. Als, ik, als mijn secretaresse naar Joop van der Ende belde, werd de telefoon meneer opgenomen. En, oh, nou, leuk meneer vragen. Oh, u wilt echt zijn? U wilt naar New York, naar nou, Rent? Oh, dat regelen we voor u. Dus kregen gewoon. Uh, ik heb mijn eigen vliegticket betaald. Maar ik kon daar gewoon naar de musical gaan kijken. Weet je? Telefoon werd altijd opgenomen. Toen meneer Van Hende geen interesse meer had in de gashouder. Meneer vragen, wie is dat? Neem nee, nee, hebben telefoon niet meer op. Dus dit was van dat lijstje af. Nou, bij Paul was dat zo met Jan Schever. Als hij een probleem had en hij belde de wethouder, werd er altijd iets gedaan. Toen hij. op een bepaald moment merkte hij dat hij telefoon niet meer opgenomen werd. Dat hij, als hij een vergadering wilde beleggen over die belmen, dat hij niet meer welkom was. En toen ja, is hij overspannen, uh, tegen het overspannen aangeraakt. En zeg maar, ook in overleg 1985 hebben we het hier over... met Michael van der Vlis, ben ik daar toen gaan werken. En eigenlijk al een paar maanden nadat ik daar werkte, bleef Paul thuis en ik had het helemaal niet in de gaten ik had het echt niet in de gaten ik dacht gewoon het is een leuk baantje voor mij maar toen er dan vergaderingen waren waar iets besloten moest worden over de belmer moest er daar iemand naartoe komen naar het stadhuis om dat te bespreken en edwin die zei ja ik ga wel en hoe uh, heet die andere jongen uh, die daar zat? Uh, ja, geen idee. Jawel, je ken hem wel. Ook heel leuk. Oh ja, fans. die andere ambtenaar. Nee, ja, ja, die, ja, ja. ja. En die zei: Nee, ik ga wel. Want ja, zij werkte daar al jaren. En toen belde Michael: die zei: Nee, niks ervan. Even, het moet komen. Dus die zagen mij toch wel: als die. die uh, dus dan zat ik daar met die laai aan tafel. Met, met uh, Appel, Oskam en nog een paar van die gasten. En dan zei ik: Van nou, we gaan het zo doen. Hè? Dus zei Michael: Vertel je plan. Was helemaal niet mijn plan, was Paul zijn plan. Dus ging ik dat uitleggen. En dan zei Paul, uh, het zei uh, Ab Oskam, de directeur van die Corning, zei: Nee, waardeloos plan moeten we helemaal niet doen, want het is dit en dat en dat. En dan zaten er zaten nog vijf mensen aan tafel, ik weet niet meer wie het waren, en die zeiden ook allemaal: waardeloos plan. Het zei nou, uh, zei Michael, uh, hartstikke interessant dat jullie allemaal je mening hebben gegeven, maar uh, we gaan het gewoon doen. Even, ik zie je wel, hè? En dan kon ik weer gaan met mijn papiertjes onder mijn armen. In de en hier, je plan was aangenomen. En Michael. mijn plan was aangenomen. Dus we gingen het gewoon doen. En zij moesten meewerken. Maar kijk, in zo'n verhouding. dat ik daar in mijn eentje zit en Paul thuis. en ik moet daar gewoon dan die laai op gaan bellen. en zeggen: waar ging het over? Het verharden van een stukje. Uh, uh, straat waar geparkeerd kon worden bij de gliphoeven, bij wijze van spreken. Nou, die waren natuurlijk helemaal niet blij met mij. Want die moesten, die moesten allemaal iets gaan doen. waar ze tegen waren. En ja, dat dat, dus dat, was... oh, dat is het oude verhaal dat een heleboel ambtenaren binnen de gemeente Amsterdam uh, die bij me verdedigden, alsof het hun terrein was. Ja, natuurlijk. Want ze hadden ooit gemaakt en ze ja, wilden natuurlijk. eigenlijk dat er niets aan zou veranderen. Ja, maar natuurlijk. Dus alle oplossingen werden daar tegen geweest. Dat is nu nog. Ja. Het is nu nog. Je mag nog steeds in Amsterdam niet zeggen dat het één groot drama is, dat hele functionalisme, dat hele Van Eesteren, dat hele verhaal, dat het gewoon echt gewoon de grootste fout is die we ooit gemaakt hebben. Dat mag je natuurlijk niet zeggen. Want jongen, die hele, dat hele plan, dit hele algemene uitbreidingsplan, dat is uh, zelf uh, monumentenlijst geworden. Dus ze zijn nu West- enzovoort. Ja. Ja, maar nu, dat, dat is dan beperkt dat tot nu west. Dus ik zeg niet, het moet gesloopt worden, zoals die architect... Want dat vind ik zo dom. Dan gaan we weer iets slopen. En dan gaan we daar weer iets nieuws neerzetten. Alsof wij nu beter weten hoe het moet. Nee, ik zeg, we moeten gewoon erkennen... Dat, het, dat de manier van een stad bouwen op deze manier, dat dat niet gewerkt heeft. En we moeten methodes gaan zoeken om met wat we hebben dat te verbeteren. Het is veel te makkelijk om iets af te hakken en weer met een leeg blaadje te beginnen en dan weer dezelfde fouten te maken, want dat komen ze toch pas over 50 jaar achter. Ja, raar, de uitdaging hè? is om met dat wat je hebt en met die situatie zoals die er is. Een oplossing te zoeken en met die mensen zoals die er zijn. Een oplossing te zoeken en niet weer een plan te maken waarbij hele grote groepen mensen maar verplaatst moeten worden en waar je weer deze allerlei andere droomverhalen in gaat. En dat is maar doorgegaan. En dan kom ik terug op dat bestemmingsplan van die Belmar. Dat is nog steeds niet aangepast. Dus toen Kleiberg. Toen ze bij Kleiburg bezig waren. En op de begaan grondverdieping gewoon ook dingen naar buiten wilden laten gaan. Zoals je overal in Amsterdam bij een gebouw een terrasje hebt. Dat mocht niet. Dat mocht niet. Bij Kleiberg. Ja, het is wel gerealiseerd uiteindelijk. Uiteindelijk omdat ze het hebben zo lang doorgedrampt. Maar de dienstgebruikelijke ordening was daar tegen. Dus ze wilden nog steeds tegen Beter Weten in. wilden allerlei mensen vasthouden. aan die oorspronkelijke functionalistische gedachten veranderen. Maar voelen ze dat als een van dat je dat wil veranderen? Greet! Alsof dus het slopen van een flat. ja, ik ben er nooit voor geweest. Het slopen van, of, of al die dingen. alsof dat een, een, een aanval op hun was, weet je? Ja, en tegelijkertijd zie je dus na 19. toen Paul Bos ziek was. dat ook twee andere clubs in Amsterdam allerlei plannen gingen maken om de om te verbeteren voor onderruimtelijke ordening van OSCAP. Ja. Dus iedereen, ging, iedereen ging, ging maar een plannetje ja, maken. Iedereen ging... Nou goed, nog even dat verhaal van Paul afmaken. Dus uiteindelijk is Paul wel teruggekomen. En wij hebben hartstikke goed met elkaar op kunnen schieten. En we hebben allerlei dingen gedaan. Hij is met, met die aanbouw van die liften. Dus we hebben al, die, al die, die, die tijdelijke maatregelen. Dus we gaan de grondwoningen en zo gedaan. En ik mocht toen het programma doen. Dus ik heb blij met de maar gesubsidieerd. En dat kunstwerk en allerlei dingen. Maar... Uiteindelijk, als je er naar kijkt, was het allemaal too little too late. Wij waren eigenlijk al uitgespeeld, want die stadsdeelraad kwam eraan. En dat we ooit de illusie hebben gehad dat de stadsdeelraad iets met ons ging doen, dat was natuurlijk. Die gingen helemaal niks met ons. Zou zelfs jullie erfenis niet hebben? Ze he? wou gewoon het archief niet hebben er staan. Dat heeft jarenlang bij mij thuis gestaan, Dat heb jij nu. Dus, dus gewoon, ze wilden helemaal. Niet mee te maken hebben. Ze gingen opnieuw beginnen. En daar zit, daar zit dus ja, dat, 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 ja, ik denk dat dat uh, enorm het kostenplaatje ver, verhogend uh, gewerkt heeft. Want er zijn, maar die uiteindelijk... staat dat iedereen maar zoveel geld kan weggooien de hele tijd. Nou, er is natuurlijk nooit onderzoek naar gedaan. Hoeveel geld er eigenlijk, zeg maar nadat dat vliegtuig hier is neergestort. Ja, maar daarvoor ook al. Ja, daarvoor ook al. Maar daarna, toen dat plan. Ik weet nog dat ik, dat ik uh, zat erbij, uh, ik zat werkte toen bij Stads- en Westerpark, Toen dat plan besloten werd. En toen heb ik het thuis met de stadssecretaris. Wat plan? het plan? Uh, uh, eigenlijk het hele plan voor de vernieuwing van de Bijlmarkt. Ik denk dat het in de tijd was dat Sarah. Uh, 1992. Ja, SARS wethouder was Ja. en dat er ook gesloopt Ja, dus ja, dan gesloopt in 30% van de bijl met gesloopt. Dat worden. plan. Ander Fontaine ja. Denk ik, hè? Fontaine was toen burgemeester, toch? Ja, Fontaine was burgemeester. Ja, ja. 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 Nou, goed, in dat college. Dus ze ook met de Zuithals bezig waren. Vrieling was toen baas van het uh, clubje ja, ja, wat het uh, ja, bedacht ja, heeft. Ja. Ja, ja, ik heb me daar toen niet intensief mee bezig gehouden. Want ik was er al helemaal klaar mee. Eventjes. Maar in ieder geval het bedrag wat daar stond. Waar het toen over ging. Dat zouden we nog eens overeind moeten halen. En dan moet je er nog eens naar kijken. Hoe dat ook nog uitgelopen is. Hoeveel geld daar dus eigenlijk uitgegeven is. In die jaren. In verhouding met wat wij hadden. Wij hadden 12 miljoen gulden. Voor drie jaar werk aan de Belmer. Ja, doch. dat ging over miljarden ging er gewoon over gigantische bedragen. Het kon gesloopt worden. Kon, van alles kon er in één keer. Het Rijk heeft daarmee betaald. De gemeente Amsterdam heeft daar een heel groot bedrag... uit de reserves van de, het grondbedrijf ingestopt. Ik, ik denk wel 150 miljoen of zo. Ja, het geld was verdiend hebben door uh, er iets te verkopen aan... Uh... Ja, er werd gewoon een of ander verhaal verzonnen. Want ik weet gewoon hoe dat werkt. Je geeft dat uit en je verzint er een verhaal bij. Maar... En zo ging dat. En gigantisch bedrag. En ja, kijk nou gewoon om jij heen wat het opgeleverd heeft. Ja, ik bedoel, het is nog steeds. Ik, ik vind ja, het, is, het wel, maar het nog is nog steeds in de plaats gekomen, ja. eh? Het is laagboven in de plaats gekomen. Ja, maar als je nou kijkt naar zo'n winkelcentrum. stad. Het is geen stad geworden of wat dan ook. Het is gewoon. Het is alleen maar saai geworden. Maar kijk nou naar die winkelcentra. Kijk die... nou, gewoon een ganzenhoef. Nee, naar... ja, die gaan allemaal ah. naar de kloten. Ja, er was niks. Dat geef ik toe, we hebben daar toen aan gewerkt, aan Ganshoef en aan KNS, Paul en ik. Uh, uh, dat, dat er mocht ook wel wat gebeuren. Maar als je nou kijkt wat er daarvoor in de plaats is gekomen. Ik bedoel, had je dat nou niet beter kunnen doen? Nee, het is niet allemaal echt verheffend, natuurlijk. Het dus is gewoon niet te geloven. Het is geen en dan hoor ik dus gewoon van al mijn vrienden. Moeten. Dan hoor ik dus gewoon van al mijn vrienden die in, in, die, in die laagbouw wonen. Daarin, in, dat als ze boodschappen gaan doen. Dat ze naar, dat, dan pakken ze de auto en rijden ze naar Buitenveldert. Ja, dat is dus deden ze altijd. Dus ook, als als ze ja. Ja, en maar dan de Gedekof dreigt geen boodschappen in de Bijbelwereld. Nee, maar dus. Als je nou een stad hebt. En je hebt dan die, die, ook die andere bevolkingsgroepen. Je hebt dan die gelaagdheid. Maar er zijn geen plekken waar al die mensen. Samen naartoe gaan. Vroeger was dat de kerk. Maar dat was het natuurlijk ook al heel snel niet meer. Ja, ik wil dus niet de migranten weer iets verwijten. Maar de Surinamers hadden hun eigen kerk. Net ja, zoals de Ganezen ja, en de en toen, Dus had je die nieuwe stad. En toen was het dus gewoon elke zaterdag en elke zondag. Uur na uur na uur was er een andere kerkdienst. Omdat iedereen zijn eigen. Dat is Nederland. Hè? Dus heb je hebt hier gewoon. Maar vroeger. Bij ons in het dorp, mijn vader die was diaken van de Protestante kerk. iedereen, rijk-arm, waar ze ook vandaan kwamen, ging naar dezelfde kerk. En als ze dan kwamen, dan werden de mensen aan elkaar voorgesteld. En die mensen kwamen dan, gingen wij daar koffie drinken of zij kwamen bij ons koffie drinken. Dat werd een netwerk. Dus die kerk was een heel belangrijk onderdeel ja, in dat het heeft sociale. Ja, de geneeskerk heeft het ook hoor. Ja, voor die genezen. Ja. Maar, maar ook Armrijk en daarna ja, Markt. En daar kon in kopen. Veldhoven, waar ik vandaan kwam, was dat niet voor de genezen, dat was voor Veldhoven. Ja, want het waren allemaal ja. protestanten toch? Ja, maar ze kwamen overal vandaan. En of ze dan nou gekleurd waren of ze uit India, Indonesië kwamen... of waar ze ook vandaan kwamen... het was dat die, het bestreek een veel groter sociaal gebied... met veel meer inkomens en veel meer... het ging over een veel... dus die kerk was een sociaal bindend element. Nou, in Amerika heb ik geleerd... dat hoe meer verschillende kerkgenotenschappen er zijn... Op, in een buurt, hoe slechter het er is dus, dus dat ze te veel separaat zijn ja ze zijn allemaal separaat die gaan allemaal en die kerken die gaan dan ook allemaal separaat voor elkaar oplossingen zoeken en eenzamelingsacties doen en zo, zo, zo dus in Chicago als je een buurt had met 50 verschillende van die kleine kerkgenootschapjes nou dan was dat de indicator dus de slechtste de slechtste dorp van Nederland is Urk waar daar hebben ze tien kerken of zo ja maar daar sluiten ze ook weer mensen uit dus, ja, maar ze hebben daar wel tien kerkgebouwen staan op. Nee, mijn punt is dat er dus elementen moeten zijn. En vroeger was dat de kerk en nu is dat het festival. Of, of uh, misschien. Uh, 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 misschien de voetbalclub of de koffieshop of, de, de of wat dan ook. Dat er dus elementen moeten zijn en, en die, 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 die bindend zijn en waar iedereen komt. Ja. En dat is dus een van de dingen is die ik zie in de hele wereld. Is dat dat op, dat op dit moment vooral de bibliotheek is? De bibliotheek, hoe gek dat ook maar ja, zijn. Ja, ik kom er nooit verder. Maar, maar een bibliotheek, bijvoorbeeld in Helsinki. Hier. Of zoals Francine Hubelsen gemaakt heeft in uh, Taiwan. Of, uh, uh, in, uh, he, dus we hebben lang gedacht dat het museum het misschien kon zijn. Maar de bibliotheek ja, dus vervult zo'n functie. Omdat dus heel veel kinderen daar naartoe gaan. Het is dan bijvoorbeeld in Helsinki is dat ook een verblijfsruimte. Maar daar zitten dus ook deze studio's waar dus podcasts kunnen worden gemaakt. zitten in die bibliotheek. Ja. Dus mensen gaan daar naartoe om die podcast te maken. Er zijn 3D-printers. Eigenlijk het hele bijzondere aan die bibliotheek in Helsinki is dat er nauwelijks boeken staan. Want dat, er staan wel boeken, ze staan allemaal wel boekenkasten. Maar ze zeggen er staat ongeveer 10% van de boeken die we hebben, die staan in die bibliotheek. Want als iemand een boek nodig heeft, dan kunnen we ervoor zorgen dat het boek er binnen een paar uur is. En dan hoeft het niet eens naar de bibliotheek, dan kan het naar die persoon die dat boek wil hebben. En dus die boeken staan ergens opgeslagen. De nadruk is komen te liggen op het ontmoeten en op de verblijfsruimte. Dus daar wordt geschaakt, daar wordt vergaderd... daar wordt gedanst buiten uh, op straat. Daar is eigenlijk, als er een voetbalwedstrijd is... of als er iets belangrijks is waar wij dan voor naar het museumplein gaan... dan gaan ze daarvoor naar die ruimte die, voor die bibliotheek. Kortom, een voor een multifunctioneel gebouw. Dus Ontmo de ontmoetingsplek geworden. Ja, de Agora dus, hè, ja, En ik kan dus alleen maar hopen dat nu besloten is dat die nieuwe bibliotheek... Hè, waar het dus nu allemaal over gaat in Amsterdam... naar de Belmen moet komen. Dat die in de Belmen komt. En dus niet aan de andere kant van het spoor. En dat er niet precies hetzelfde gebeurt... als met alles wat we hier ooit gedaan hebben. Namelijk dat zodra het naar de Belmen gaat... dat er ook voor de helft 50% op bezuinigd wordt. Ik zou zeggen, als je nou besluit... om hem niet op de Zuidas te zetten en in de Belmen Trek er nog één keer zoveel geld vooruit. Want het is, kan essentieel zijn, zo'n ontwikkeling, een plek waar iedereen naartoe kan gaan en iedereen welkom is, op een goed uitgekozen ruimte in de Bijlmer. Dat kan gewoon echt. Maar de dus centraal in zijn. het midden. Eh? Centraal in het midden. Whatever. En met de beste architecten die je kan vinden. En okay. niet zeiken en zaniken en bezuinigen. En weer minder en weer minder. En het hoeft allemaal niet zo. En het is allemaal niet zo nodig. Nee, het is wel nodig. Want je hebt 300 miljoen of meer, een nou, half miljard uitgegeven aan dingen die niet gewerkt hebben. En één ding wat echt gaat werken, is een supergoeie bibliotheek. Oké, okay, ik hou je erom. <coughs> Even bedankt. Jongen, jongen, dat kan dood voor de kerk. Ga maar niet over de kerk. Nee. nee, ik was even in de war. Nou, staat hier dat boekje hier van het verslag van uh, Lars van de Maas. Hè? Zegt hij van. Het kan toch niet in de kaart. Het komt er niet op gaat kosten? Weet je hoeveel geld dat gaat kosten? Het de, nou, maar de is niet de dus is niet